Oké, hey, hallo allemaal. Welkom bij Prison Architect. Ik ga een nieuwe prison maken. Dus ik ga een prison maken. Ik zet dit er visueel bij uit. Ik wil wel events. En ik... Voor nu nog eventjes geen wardown temperature. En ik wil graag een large play. Oké. Direct even pauzeren. Wat ga ik doen? Nou, gezien dit gewoon eventjes een hele simpele Drew spelavond is. Ik wil een Basic Detention Center en ik wil een Administration Center. Daar wil ik mee beginnen. Deze is ook altijd wel handig om te hebben. Oeh, maar ik heb deze nu al allebei al geselecteerd. Dat is een beetje pijnlijk. Oké. Wat wil ik dan hebben? Ik wil eventjes mijn intake uit hebben. Fill to capacity en ik wil dat voornamelijk hebben op jou. Stef, ik heb... Warden, oké. Foundation. Nee, niet foundation. Hier komt gewoon even een gang van 30 blokken. Jou haal ik weg, want daar komt een deur. En dan komen hier gewoon offices. Jou. Oké. Nou simpel, hier komen de offices. Dat doe ik. Hier komen een aantal van de offices, laat ik het zo zeggen. CEO letter, delete. Goed, foundations. Rooms. Ik wacht even zodat hun dat hebben neergezet. Als ze dit gedeelte hebben gemaakt, dan kan hier nou van begonnen kunnen ze hier nou van beginnen. Oké, 2. Dan hadden we nodig. Finance. Oké. Let er dus op, we hebben dus nu gewoon al direct 2 offices. Alleen de lights moeten even gaan dismantelen. Want ik heb autolights blijkbaar nog altijd aan. Een autolijst vind ik nooit echt leuk. Gewoon even eentje hier en eentje hier. Oké. Terug de pauze in. Van deze engel. Want we zijn al iets van 10.000 kwijt. En geloof me, het gaat nog wel meer worden. Wat gaan we nu doen? Wij gaan nu aan de prison zelf beginnen. Planning. Kleine 8x8. Het zou moeten lukken. Nee, wacht. 8x8 wordt het niet. Elf bij 11. Zo. Jouw weg, jouw weg. Heel simpel. Dit wordt dus... Heel simpel locatie. Dit wordt gewoon even een klein gangetje. Dan wil ik hier... Maar ik ga direct even een klein gedeelte in. Shower area. Ga ik hier maken. Ik wil graag
Scotland Yard zijn. Ik zit nu nog even met hele kleine dingetjes in mijn hoofd. Als Scotland Yard even iets verklein. Zo inderdaad. Dan kan hij ook nog een gang lopen. Dan... Jezus. Even kijken. Ik moet te veel snel weghaal weer. Misschien moet ik hier even een keuken van maken. Oh, wat wil ik hebben? Een holding cell. Kan best hier. Wat ik daarna ga doen? Dus een klein complex maken. Voor cellen. Leg het gewoon daar weg. Die holding cell die ga ik daar toch wel weer weghalen. Of die laat ik er gewoon staan voor de weet ik waarom. Cellencomplex. Ik ga het even heel simpel doen. Dan hier. En dan kan hier ten alle tijde alles langslopen. Oh wacht, het staat niet goed. Oeps. Oké, okay, zoveel cellen zijn het niet. Terug maar 9. Dus het moet even iets groter. Pak ik gewoon even dit hele stuk erbij. Vijf, vier, zes. Dat is een 12, 13. Ik miste nog wel. Veertien. Ja, weet je wat? Dichtmaken. En dichtmaken. Ik weet het, zoveel van deze heb ik niet nodig, maar ik doe het maar gewoon omdat, waarom niet? Dit is eventjes een klein ideetje van wat wil ik hebben. Dus dan is het tijd om foundations te leggen. Dan wil ik beginnen met voor objecten. Je kan gewoon een simpele deur. Je gaat er echt geen andere voor nodig hebben. Hier wil ik een simpele jail door. Hier ook. Dus met de hoardingcel.
Kijk, overal worden dan gewoon eventjes deuren geplaatst die er ook echt moeten. We zijn even wachten tot alles gebouwd is. Nee, het wordt gewoon eventjes een miniserie. Tot en met ongeveer dag 30. En op dag 30 wil ik hem verkopen. En dat is dan de hele miniserie. Maar de bouwen is voornamelijk de eerste paar afleveringen. En dit is iets waar ik dan mee moet beginnen. Route muur. Open 1. Open 2. En jij daar. Jij daar. Als ik capacity kan dan een keer hier. Een foundation en dan. Oké, ik heb nou weer bijna geen geld. Maar dat komt helemaal goed. Moet er gewerkt worden? Er wordt gewerkt aan stroom, er wordt gewerkt aan water. Oh, wacht, hij heeft een dingetje staat niet 100% goed. Dus objecten. Ah, oh, fuck it. Dan haal ik ook gewoon eventjes de muur eruit. Oké, mooi, dus die compleet. Dan wil ik nu reden die twee metalen detectors daar wil hebben, is omdat het echt nodig is. Wacht, niet jou, dan moet ik jou hebben. Krant. Ja, deze dan. Door de medical ward. Dus dan maakt de medical ward waarschijnlijk gewoon. Ik weet niet, maakt dan waarschijnlijk gewoon de 4 dan vast. Objecten. Deur. Health. Psychologie, ik moet
researchen. Goed, dan ga ik eens een keertje dit hele gedeelte hier neerleggen. Shit, hij heeft hier als foundations gedaan. Daar ben ik niet blij mee. Rooms, yard. Oh, shit, is wel eens een yard. Dan zeg whatever. Materials. Concrete walls. Kijk eens aan. Jou en... Zo. Dit is random. Kan ik hier nog een klein celblok van maken? Rooms. Shower. Kitchen. De infirmary. En dan wordt dit gewoon big and team. Oké, okay, kitchen en canteen is echt alleen maar. Wat voor objecten ga ik nodig hebben? Ik ga 1 zink. Voor nu eventjes 1 koeker. En 1 fridge. Voor de kantine heb ik nodig objecten. 1 bench. Een serving table. En 1 gewone tafel. Ik laat het nu nog even allemaal random neerzetten. Oké, okay, mooi. Dus die grand tenminste gecomplete. Dan stuff. Dan mag ik allemaal nu nog meer nodig hebben.
normaal geregeld. Ze kan die holding cell hier ook weer weghalen. Yo, dismantle. Yo, dismantle. Oké, maar je speelt snap Lena. Oké, dan maar zo. Als het niet werkt, dan rip. Maar ik kan het gewoon. Ja, juist. Oké. Okay. Dan komt het leuk. En dan mag ik alles nog gaan neerzetten. Dus. Objects. Weet je wat? Ik begin even met utilities. Waarschijnlijk is dit goed genoeg daarvoor. Mag ik het water nodig hebben? Water laat ik door deze gang. Door deze gangpad? Door dit gangpad heen gaan. Zo, oh wacht. Oké. Okay. Dan moet daarmee connecten. Dat moet daarmee connecten. Die moet hiermee. Die moet hiermee. Die moet hiermee. Hup. Oké, dus alles qua water, dan qua stroom. Ga ik nog iets meer moeten doen. Wacht, oeh. Ik ga daar nog heen. En deze. Net deze route verder.
verhopen dat ze alles snel mogelijk maken. Dan heb ik tenminste nog een beetje zicht op wat er nu. Oh, ik moet heel de kantine nog open vol stouwen. Nu zullen dat al genoeg zijn. Zo. Mijn combat sword is ook wel neergezet nu. Ik heb het aardig vol ontraken. Deze alvast neerzetten. Oké, dat was dus geen power auto shot ineens. Dat was echt gewoon ineens power die erbij werd gemaakt. Oké, toiletten zijn nu allemaal geselecteerd. Dan bad. Je toilet is weer terug. Dus ook altijd deze dingen aan elkaar vastmaken. Ik weet dat het niet echt efficiënt is. Maar whatever. Nog toch eventjes wat. Ik heb dan geen licht hier. Nice. Dan heb ik nu alsnog iets van objecten. Phoneboef. Twee phoneboefs neerzetten, waarom niet? Is er een fans? Oeh, insufficient. Ik heb dus geen fans meer.
Dus dan verwacht dat ik weer fans heb en dat is over 7 uur. En dan is het alweer mijn derde dag dat deze prison runt. Ik weet, het is een beetje klein trouwens. Ben je zo belangrijk vergeten? En ik heb geen idee of ik dat misschien nog kan omdraaien. Tafel, check. Chair, check. Office desk, check. Oftewel, de receptie bestaat. Ik ga ook voor een volgende... Oh ja, personeel uniforms. Zijn ook besteld. Kijk je rooms. Waar zit het? Storage. Geen eens 5x5 van storage. Kunnen spullen neergezet worden waar die we hebben weggehaald en die we dus toch ergens moeten plaatsen uiteindelijk. Goed. Als ik die heb, kan ik daar misschien een geuzetje kopen en dan kan ik het volgende doen. Trouwens, doe me eraan denken. Het zou elkaar kon ik in één keer doen. Ik wil... Ja, meer security. Nou jij dan. Security en ik ga deployment moeten unlocken. Ten guards, we moeten nog even 8 bij. Nou, daar moet ik eerst mensen voor hebben. Oké, wat ga ik nodig hebben? Ik ga 2 officers. Ik bouw voor nu gewoon eventjes 3 of 4. En zijn er mensen binnengekomen? Ja, er zijn mensen binnengekomen. Holy shit. Anders dat we nog helemaal geen gevangenen hebben in dit hier. Oké, we zijn bijna klaar. Even een psycholoog nu binnenhalen. Staf. Een spiroloog. Acht cards. Chief. En wat kunnen we nou de chief doen?
Dan moesten wij gaan voor deployment. Want dan kan ik mensen hier tenminste ingooien, gewoon hier. Dan gewoon die patrouilleren. Maar goed, ik heb best een goede progress gemaakt op één aflevering tijd. Of één DSA tijd. 40 minuten zo dat ik bezig ben geweest. Er is aan genoeg plaats weer om te eten. Even kijken, ik heb 9 guards. Er is eentje in available, waarom? Nou, geen idee. Oh, wat was dat? Oké, deployment net gedaan. Ik heb controls nodig. Oeps. Nou, deployment is natuurlijk handig om te hebben. Ik wil liever deployment dan patrols eigenlijk. Bij deployment kan ik ze gewoon selecteren van zoveel gaan er hierheen. Of zoveel gaan hier rondlopen, zoveel gaan er hier rondlopen. En dan gaan ze gewoon hun eigen route kiezen. En dat geldt ook voor hier. En anders, patrol, dan moet je letterlijk selecteren van oké, okay, je loopt zo en je loopt terug. Of zo, dat kan voor mij ook nog. Ik heb... Volgens mij kan ik het te volgen, hè? Oké, stop well-being. Maak gewoon even een klein stefan voor. Gewoon random. Rooms. Voor een stefan voor maken. En dan zul je dan van objecten gaan nodig hebben. Het is van heel simpel lichtje. Radiootje. Heb je eigenlijk alleen maar een... Een drinkmachine en een white sofa, maar ik maak er eventjes wat meer white sofas van. Division deny. Utilities. Oké, mooi. Vooral heb ik die sterfdingen ook weer geklaard. Ja. Oké, visitation. Visitation is ook altijd leuk om te hebben.
Dan krijg je ene dat binnen even weggehaald wordt. Dank je. Dan, wat is er nodig voor visitation? Die stuurt die vies. Die zeker die zat gewoon even daar neer. Met drie tafels. Nog een paar phone booths. Objects, phone booth. Build a common room. Common room. Maak gewoon even een gang hier. Oh ja, een jail door. En eigenlijk moet het dan direct samen gaan met een metal detector. Zo, dat gaat eigenlijk vier. Kijk, wat heb ik dan nodig? Rooms. Oké. Hier kan ik altijd twee cards hebben. Hier kan altijd vier. Nu heb ik al gekapt 1, 1, 2. Kijk eens aan. Heel simpel. Maar dat was het weer bij deze keer. Gewoon laat chisel wissel in de beschrijving. Oké, daar ga ik dan weer heel zoiets van moeten doen voordat ik het zo meteen weer vergeet. Maar nou gewoon heel erg simpel, en dat is tot de volgende. Trouwens, wacht even. Oeh, verkeerde knop. Jou, niemand gelezen. Gewoon tot de volgende keer.